Ja, terwijl de geluiden van de Chaos Cup langzaam afnemen, ga ik even naar de heren van de grote prijs van Twente. Oosloot, hoe was het in Almelo? Net zo leuk als altijd. Altijd leuk, hè? Jullie hebben ook in, bekende kroeg hier in Almelo? Je bedoelt de Stam? Ja, dat is hem. Ik denk even checken of je het nog van je wist, hoor. De Stam. Hebben jullie daar één keer opgetreden of meerdere keren? Ja, tijdens de grote prijs van Twente is zo dat er eerst een voorronde aanwezig is. En na de voorronde, als je dus doorgaat, wat bij ons het geval was, dan speel je de finale. En die hebben we gedaan. En ja, die hebben we gewonnen. En daarom staan wij hier op dit festival vandaag. Hey, ik hoop dat jullie zeker nog een keer terugkomen, ook naar de Stam. Want het is een gezellig café en de muziek is lekker. Ik vind het waanzinnige muziek, omdat je alle soorten door elkaar hoort. En wat je niet veel meemaakt, het is allemaal instrumentaloos eigenlijk, toch? Nou, wij denken dat het heel belangrijk is dat we vooral... Kijk, wij zijn muzikanten. Wij doen dit totaal niet voor het geld. Wij willen gewoon muziek spelen waar wij 100.000% achter staan. En wij willen gewoon een andere kant van muziek laten zien, toch? Ja, zeker wel. De Stam is daar perfect voor, want de Stam is echt de broedplaats van alle muziek dat gebeurt in Twente, weet je wel. De eigenaar van de Stam, ik ben even zijn naam vergeten, maar wat een held is dat, weet je wel. Hij heeft echt liefde voor de muziek. Dat vinden we echt, ja, een mooie kerel. Ja. Misschien de baas, maar wel de man waarmee je communiceert. De man waarmee je communiceert, ja. Gekke man. Het leuke vond ik dat jullie spelen in één keer nummers en in één keer zeggen, stop maar, zing maar mee. En iedereen kent het ook meteen. Of het nou een heel oud nummer is, wat in een nieuw jasje gestoken wordt. Nou, het is vooral zo dat we hebben eigenlijk alleen eigen muziek gespeeld vandaag. Maar wij proberen een soort van middenweg te vinden tussen muzikant zijn en ook volgbaarheid voor het publiek. En daar spelen wij op in en daardoor was het gewoon zo dat de mensen ook goed mee konden doen. En ik denk dat het belangrijk is dat je een goede middenweg vindt, zodat je aanspreekbaar kan zijn voor zowel artistiek als commercieel. Dat is helemaal niet verkeerd. Had ik nog één vraag? Het beviel. Tot volgende keer, zou ik eens willen zeggen. Jullie komen terug? Ja, heel graag. Uiteraard. Almelo heeft jullie ook heel graag. Dus wat ons betreft, graag tot de volgende keer. Jongens, heel veel succes. Check. En ik hoorde ook dat er inmiddels een nieuwe EP uit is. Yes, we hebben in februari hebben wij onze EP, 15 maart, hebben wij onze EP-release gehad in Metropool in Hengelo. Ja. En het was uiteindelijk een groot succes met goede recensies. Uiteindelijk spelen we 15 november. In het voorprogramma van de Yellow Jackets, wat een hele bekende Amerikaanse fusion band is. Dat gaat in Metropool zijn en ik zou als ik jullie was heel snel kaartjes kopen, want dit is al bijna uitverkocht. Meteen naar de PC en meteen kaartjes bestellen. Heren, hartelijk bedankt. Het was gigantisch. Het was leuk. Okay. Het was tot volgend jaar, zou ik zeggen. Nog een fijne avond. Bedankt voor uw tijd. Fijne dag nog. Auf